Een heel goedemorgen en heel welkom. Velen onder ons werden deze ochtend wakker en hoopten op historisch filmnieuws vanuit de VS. We hadden het hem ook zo hard gegund. Maar Lucas Dont heeft afgelopen nacht dan toch niet de Oscar gewonnen voor beste buitenlandse film. Die o zo gewilde Oscar die ging naar het Duitse oorlogsdrama All Quiet on the Western Front. En de Oscar gaat naar Edward Berger, All Quiet on the Western Front. Ja, blije gezichten bij deze winnaars natuurlijk. En zo viel ons land dus niet in de prijzen. Close van Lucas Dont was nogthans lange tijd een van de absolute favorieten voor de Oscars. Het Belgische consulaat in Los Angeles was de place to be voor de entourage van de Gentse regisseur om de uitreiking van die 95ste Oscars te volgen. 23 beeldjes werden er uitgereikt. Iedereen hoopte dus op dat ene beeldje voor ons land. Maar de Duitsers kaapten de prijs vakkundig voor onze neus weg. En lieve Van Gils, die staat in Los Angeles, the place to be deze dagen, in het Belgische consulaat waar jullie die uitreiking gevolgd hebben. Lieve, de avond is voorbij. Vertel eens welk gevoel overheerst daar. Is dat teleurstelling, blijdschap? Hoe moet ik dat zien? Nee, teleurstelling. Ontgoocheling uiteraard. Ik was hierbij, hier op het consulaat, waar heel wat mensen waren uitgenodigd. Uit de entourage, van de crew ook, van Close en ook Vlamingen die hier wonen en hier werken. Die zaten natuurlijk allemaal op het puntje van hun stoel, Riyad. Maar dan kwam dat verdikt, je zag het, van Salma Hayek en The Oscar Goes to All Quiet on the Western Front. Dat valt hier dan op een koude steen natuurlijk. Je voelt de ontgoocheling, er wordt eens boe geroepen. Er begint iemand te wenen. Maar dan beginnen mensen elkaar ook te knuffelen en vast te pakken. En dan voel je ook wel dankbaarheid en trots. Want een prachtig parcours dat dat team heeft afgelegd. Helemaal tot in Los Angeles, helemaal tot bij die Oscars. Maar hem dan toch net niet winnen. Ja, dan valt dat feestje natuurlijk een beetje stil. Totdat, ja, een uur en een kwartier geleden ongeveer, geloof ik, die twee jonge hoofdrolspelers hier kwamen binnen waaien. Eden Dambrin en Gustave de Wale met hun pretoogjes. En dan, dan was hier plots weer heel wat leven in de brouwerij. Kijk maar eens even naar het gesprekje dat ik met die twee gehad heb. Zijn jullie ontgoocheld of hoe ontgoocheld zijn jullie? Ik ben echt heel blij. Niet dat ik verliezen ben, maar dat ik naar de Oscar ben geweest. Verloren ben, sorry. Maar ik gewoon dat ik de Oscar ben geweest. Ik heb Lady Gaga gezien. Ik begon te wenen. Ik heb een foto met Austin Butler. Ik heb hem gesproken. Hij heeft de film gezien. Hij heeft heel hard geweend. Dat was zijn favoriete film. Dat was gewoon te voor mij. Dat was ook ik heb Rihanna gezien, maar ik heb gewoon iedereen gezien. Dat was gewoon echt gewoon een topavond. We zijn niet gewonnen, maar gewoon de experience of being at the Oscars, dat was echt gewoon geweldig. Dus voor mij zijn we echt gewonnen. Wat jullie wisten eigenlijk, hey Gustav, we gaan het niet halen, hè? Een beetje eigenlijk wel, ja. Ah ja, gestart, tuurlijk. Nee, maar ja, ik denk dat iedereen het wel wist. We hadden allemaal verwacht dat de topfavoriet ging winnen, natuurlijk. Maar ja, we zijn daar toch in de laatste vijf. We zijn daar voor iets. We zijn daar toch voor iets gekomen. Dus er was altijd hoop. Maar zoals hij zegt, om op zo'n jonge leeftijd daar te kunnen zijn, is gewoon geweldig. Dus ik denk, mijn avond kon niet meer kapot. Zeker na de foto met Spielberg. Dus. Heb je een foto met Steven Spielberg? Ja, ik heb gepraat met hem. Dat was wel echt een droom die uitkwam. En ik heb een foto met hem genomen. Ja, ze hebben niet gewonnen, maar bij die twee jonge acteurs toch inderdaad pretoogjes, lieve en blije gezichten. Ik kan me voorstellen, of ik kan het me niet voorstellen, maar ik kan me inbeelden dat het voor Lucas zelf misschien toch eerder teleurstelling zal zijn. Daar ben ik zeker van. Daar ben ik echt van overtuigd, Riyad. Maar ik heb het hem nog niet kunnen vragen. Ik ben hier nog altijd op het consulaat, maar ik sta hier nu moederziel alleen. Iedereen is al vertrokken naar een of andere afterparty. En Lucas Dont zelf is niet tot hier geraakt. Ik heb het gevoel dat hij zich een beetje verstopt voor de pers. Dat hij eerst zelf nog een beetje moet bekomen van de klap toch wel. Ik heb hem vanmorgen nog gesproken en toen bevestigde hij me. Hij geloofde echt nog altijd in de winstkansen van die film, lange tijd favoriet geweest, dan favoriet af. Maar hij was er rotsvast van overtuigd dat die film waar hij zoveel vertrouwen in heeft en zoveel fijne reacties heeft over gehad van zoveel mensen, dat hij wel eens de verrassing van de avond zou kunnen worden. Maar dat heeft dus niet mogen zijn. Ik heb hem dus nog niet kunnen spreken, maar hij heeft met zijn team wel een heel korte videoboodschap gepost. Iedereen in België,
Wij hebben de Oscar jammer genoeg niet gewonnen. Maar we hebben er wel alles aan gedaan, alles gegeven om Close zo ver mogelijk te laten raken. We zijn super trots op het team. Ja? Yes. Het was een amazing night. Heel blij om hier te zijn. Het was magic. Ik heb van genoten. En dit geeft ons de reden om het nog te doen en hem dan wel te winnen. Ja. Toch? Absoluut. Yes, let's go. Bye bye. Ja, wie weet, de derde keer, goede keer als hij een derde film maakt. Lieven, in the end mogen we zeggen, verloren van de dan toch grote favoriet? Ja, ja, dat was echt wel de favoriet geworden, helemaal op het einde. All Quiet on the Western Front, een Duitse oorlogsfilm over de grote oorlog, gezien door de ogen van een jonge, gebrainwashed Duitse soldaat. Een film die gemaakt is door Netflix, met veel meer middelen natuurlijk dan die kleine film van Lucas Dont over die intieme vriendschap tussen twee jongens. Zit daar een film over de grote oorlog tegenover, met veel middelen gemaakt en daarna ook nog heel veel middelen ingepompt. Netflix heeft een indrukwekkende promotiecampagne op poten gezet. Er is sprake van $20 miljoen. Dat kan A24, dat is de verdeler van Close, nooit ophoesten. Dus ja, je zou kunnen spreken van oneerlijke concurrentie. En dan ook dat onderwerp, de oorlog. Oorlog is in, hè, tussen aanhalingstekens, met dat soort films. Score je altijd bij de leden van de Academy. Dus je zou kunnen zeggen, dat was oneerlijke concurrentie. De race was bij wijze van spreken al gelopen voor ze gewonnen. Of voor ze was al afgelopen, voor ze begonnen was. Bijna kansloos voor Lucas. Maar hij moet maar denken, ik heb die Oscar niet gewonnen misschien. Maar hij heeft hier zeker ook niet verloren. Hij is nog altijd maar 31. Hij heeft nog maar 2 films gemaakt. En dan met die close, zo dicht bij een Oscar. Dan gaat hij nog kansen krijgen. Dan moet hij maar denken dat het beste nog moet komen. Inderdaad. The best is yet to come, zeggen ze dan in het Engels. Lieven, ik hoorde jou iets zeggen van afterparties daar in Los Angeles. Je kan kiezen, gaan slapen of toch naar zo'n afterparty gaan. Het is aan jou. Dank je wel om heel de tijd op post te zijn voor ons. En intussen is Anke Brouwers gekomen bij zitten. Goedemorgen, docenten filmgeschiedenis aan het KASK. Maar u heeft ook een les gegeven aan Lucas Dont. Uw eerste gevoel toen u vanochtend wakker werd en het nieuws las, hoorde, teleurgesteld, blij? Ja, ik blij. Bedoel, verrast? Nee, het zou een verrassing zijn geweest, aangezien, net zoals ook Lieven al zei, de verwachtingen waren al. Je voelde het al komen dat de wind mee was met In Beste Nichts Nooies. Dus dat was, ik had gehoopt dat ik verrast zou zijn. Dus ik ben om 5 uur vroeger wakker geworden dan anders. Meteen even het nieuws gecheckt. Maar helaas, dus geen Oscar voor Close. Nee, helaas geen Oscar voor Close, maar we gaan een beetje stoeven op onszelf, denk ik. Dit doet geen afbreuk aan de kwaliteit van die film en aan het parcours van die 31-jarige regisseur tot nu toe, denk ik. Hè? Totaal niet. Het is ook al een paar keer ook door journalisten bevestigd. Hè. De film heeft eigenlijk al, de prijs die in Cannes is gewonnen, de Grand Prix, dat was al een enorme bekroning. En dat moet nu ook niet gaan verbleken. Het is niet omdat inderdaad die Oscar niet is gewonnen, dat dan dat hele parcours moet vergeten worden. Het heeft een prachtig parcours gelopen, heel veel prijzen gewonnen. De film is ook eigenlijk al vrij goed onthaald, of door veel mensen gezien in de VS. Ik denk dat dat nog altijd ook voor een maker het allerbelangrijkste is, hè, dat mensen gaan kijken. En ondanks het feit dat het nu niet gewonnen is, zal de film ook wel op lijstjes opduiken. Je creëert altijd wel een buzz. Het is nog altijd een Oscar-genomineerde. Dus ik denk dat voor Lucas, we kennen zijn verhaal, het is een heel mooi verhaal, dat hij als kleine jongen daarvan droomde. Maar die droom is, denk ik, nog altijd niet verloren. Zoals je zegt, hè, dat is nog maar de tweede film. Ik denk dat er nog een lange carrière voor hem ligt. Dus hopen op de volgende keer. Inderdaad, ik zei het daarnet al tegen Lieven, de beste is yet to come. Laten we even uitzoomen dan, want het voelt bijna vanzelfsprekend aan. Lucas Dont maakt een film, scoort internationaal prijzen, staat nu op de Oscar. Hij is, oh god, 31 jaar oud, ik heb het al gezegd. Hoe uitzonderlijk is het eigenlijk dat hij daar staat? Uitzonderlijk. Wel, als je gaat kijken voor een land als België, we hebben de afgelopen jaren een paar keer, dus we zeggen altijd elke 9 jaar ongeveer, komt er zo wel een nominatie binnenvallen. Hij is natuurlijk niet de eerste. Michael Roskom is zijn voorgegaan, Felix van Groeningen, Dominic de Rudder daarvoor, Stijn Konings, dus is zeker niet de eerste. Het is... Ik denk dat met deze film, ik denk dat omdat de emotie hier zo
uniek en intiem en oprecht was. Dat het mij niet verbaasde dat hij al sowieso eerst op de longlist en dan op de shortlist terechtkwam. Dat was voor mij geen verrassing. De film had echt wel ook door zijn campagne die hij ook wel gevoerd heeft, hij is de film eigenlijk ook echt heel persoonlijk gaan voorstellen. Ik denk dat dat zeker geholpen heeft, maar tegelijkertijd moet ik erbij vertellen dat dit ook het soort van campagne is. Dat is duidelijk. In Amerika is dit het soort van lobbywerk waarmee je ook bijna presidentsverkiezingen moet winnen. Dat heeft te maken met geld. En inderdaad, de grote billboards doen het blijkbaar toch nog altijd meer dan kleine intieme vertoningen die dan wel gemodereerd worden door grote namen als Barry Jenkins. En hij is ook op universiteiten geweest daarvoor. Hij heeft dus ook echt met studenten in zijn gesprek gegaan. Wat ik prachtig vind. En ik ben er zeker van dat hij daarmee heel veel bewonderaars dat die mensen dat nooit zullen vergeten. Maar om dan echt inderdaad in zo'n race dan die prijs binnen te halen, heb je inderdaad die machine van $20 miljoen en Netflix nodig. Dit toont ook wel aan dat de streamers wel degelijk echt nu gearriveerd zijn. Dat was al met die winst van Coda, dat Apple Plus wint. Netflix wint nu ook een heel belangrijke prijs waarop geaast wordt. Dit maakt duidelijk dat inderdaad de grote oude studio's... En A24, ik denk ook dat de campagne, ondanks het feit dat ik denk dat ze heel juist was voor de film, om een intieme film, om die ook intiem te promoten. A24 had ook Everything Everywhere All at Once. Aftersun, Paul Mescal ook een genomineerde. Ik denk wel dat het een beetje ook een kwestie was van zoveel verschillende films... Hoe gaan we de middelen inzetten om de middelen moeten verdeeld worden. En ik denk ook misschien dat het daar een beetje een slachtoffer van is. Dat je toch een klein beetje... men heeft overal op ingezet. En misschien is daar Close een beetje tussengevallen. Oké, Close is er een beetje tussengevallen, maar toch, laten we eens filosoferen. Wat betekent dit nu voor die Belgische film? Betekent dit iets voor de Belgische film? Zo'n film op het hoogste schavot, de Oscars, dan misschien die prijs niet winnen, maar toch... Wel, wat ik hoop is dat... het gaat altijd in België ook over films worden gemaakt met subsidies, dankzij ook de subsidies van het VAF. Dus dat wil zeggen dat er ook een politiek moet zijn, of politici moeten zijn, die moeten geloven ook in het belang van dat instituut om de nationale filmindustrie te helpen en te promoten. Makers hier hebben dat echt nodig. Daar begin je mee en dan kan je co-producenten gaan vinden en kan je films maken. En het VAF is enorm performant. Het heeft de afgelopen 25 jaar... je ziet dat aan de vorige Oscar-nominaties, maar ook aan eigenlijk dit jaar was echt een heel goed jaar. We zijn natuurlijk post-covid eindelijk, denk ik, daarboven gekomen met grote successen, publieksvriendelijke films en meer arthouse films. Je hebt dus eigenlijk een goed... een fonds dat echt de industrie professionaliseert, talent heeft opgespoord, dat duidelijk koestert en ontwikkelt. Maar ik denk dat het wel nu aan zijn plafond zit. En ik hoop dus daarom, dat is dan misschien de betekenis voor deze nominatie, dat de politiek dit ook wel ziet als, kijk, dit is iets, we zijn goed bezig, maar als je beleid wil ook zeggen dat wanneer iets gegroeid is, je moet het ook verder laten groeien. Dus het, is het mag niet vanzelfsprekend lijken dat we zo'n Oscar-nominatie binnenhalen. Nee, want op dit moment is er eigenlijk echt... als je vergelijkt ook met Nederland, met buurlanden, dan zie je ook dat er veel minder fondsen zijn, er is veel minder geld. Ja, sorry, maar het nu over geld, dat klinkt zo vulgair, maar ja, dat is het begin van elke filmproductie. En ik hoop echt dat dit toch iedereen trots maakt en dankbaar maakt voor het werk dat ook geleverd is door Lucas en door anderen. Want ik wil ook echt heel graag vermelden dat goed, de Oscars die we dromen, dat is heel erg dreamy, dat begrijp ik wel. Maar nu net in Berlijn hebben we eigenlijk ook een aantal successen gehad. Bas de Vos heeft daar een prijs gewonnen. Britt Raas, een animatiemaakster, heeft daar ook een prijs op de Berlinale. Beste Europese kortfilm voor kinderen. Dat zijn allemaal fantastisch mooie erkenningen al. Dus het is duidelijk nog altijd aan het rollen. Dus het stopt niet bij Close nu. Ik kijk uit naar de volgende edities, naar de volgende films. Maar ik hoop dus dat het VAF en alle andere alle promotiemachines daar rond, dat die verder zullen ondersteund worden. Oké, dat is heel duidelijk. Misschien om af te ronden. Ik zei het aan het begin van ons gesprek. U heeft lesgegeven aan Lucas. Hij is nu amper 31. Nog maar 2 films gemaakt. Tweede keer staat hij op de Oscars. Had u dat gedacht toen hij in de les zat? Van, daar zit iets in dat jonge grut hier. Wel, Lucas was altijd iemand die inderdaad goed wist al wat hij wilde. Iemand die heel vroeg wist, dit zijn mijn thema's, dit is mijn beeldtaal, dit zijn mijn onderwerpen, dit vind ik interessant. Heel erg gefocust. Hij is zeker niet de ene. Er zijn heel veel studenten trouwens. Je ziet dat op het KASK, zie je dat, maar op alle filmscholen zie ik jaarlijks mensen waar echt mijn mond van openvalt, waar zij al toe in staat zijn en wat zij al weten en willen bereiken. Maar ik denk wel dat Lucas heeft echt een uitzonderlijke drive en een charme. En het is een hele slimme jongen ook, hè. Dus ik denk ook dat dat er wel mee... Dat dat ook meespeelt. Hij pakt het ook slim aan. Hij staat met zijn beide voeten op de grond. Dus hij gaat de pers een keer nog wel toespreken. Hij was nu misschien eventjes emotioneel aangedaan, maar gaat nog toespreken. En ik verwacht hem nog heel veel te zien.
Oké, dat is heel duidelijk. Anke Brouwers, docenten filmgeschiedenis aan het KASK en lerares geweest nog van Lucas Dont. Dank je wel om tot hier te komen deze ochtend. Ja, het was dus helaas geen Belgisch feestje daar in Los Angeles. Wie zeker wel gevierd heeft, of enfin, ik vermoed, nog volop aan het vieren is, dat is ongetwijfeld de ploeg achter Everything, Everywhere, All at Once. Die film maakte kans op maar liefst 11 van de 23 te verdelen prijzen. En uiteindelijk ging de prent naar huis met, jawel, 7 Oscars. En de Oscar goes to Everything, Everywhere, All at Once. Oh my god, thank you, sir. Our fellow nominees, you guys are our heroes. This is weird. We want to dedicate this to the mommies, all the mommies of the world. But I see a story. I can see where this story is going. It does not look good. I know every director agrees with me when I say a director is nothing without their incredible cast and crew. This is my family, my friends. It means so much to us. Thank you to the Academy. Ja, intussen is zij er komen bijzitten, Joris Vergeijlen, onze man van de cultuurredactie. Het is intussen 7:15, nog altijd wakker, want je hebt heel de nacht die show voor ons gevolgd. We gaan er nu samen eens doorgaan. We zagen al een fragment met 2 prijzen voor Everything, Everywhere, All at Once. Maar er is meer, want er was een opvallende winnares, Joris, in de categorie... Wat was het, beste actrice? In een hoofdrol, ja. In een hoofdrol? Vertel. Michelle Yeoh, dat is een actrice die we kennen van 23 jaar geleden, Crouching Tiger, Hidden Dragon, waarin ze in de film van Ang Lee speelde. En nu, 23 jaar later, speelt ze de hoofdrol. En dat is een fantastische prestatie. Je zag het net al in een paar fragmenten uit de film, uit de trailer. Het is ongelooflijk moeilijk om deze film samen te vatten. Het is een soort van science fiction, het is comedie, het is een familiedrama. Het is alles bij elkaar, maar in verschillende universums, in het multiversum. En dus het fijne als actrice, in dit geval, is dat je verschillende facetten van je kunnen kunt laten zien in die ene film. In de ene scène speelt ze dan een eigenares van een wasserette in de Verenigde Staten. In een andere speelt ze een gevierd actrice. In een nog andere een kung-fu-experte. En op die manier kan je echt laten zien wat je in je mars hebt. En dat is duidelijk bekroond. En het is de allereerste keer, en dat is wat er heel bijzonder aan is, het is de allereerste keer dat een Aziatische actrice, ze is van Maleisische oorsprong, dat zij in deze categorie is bekroond. En dat vond ze zelf historisch en dat zei ze ook in haar dankwoord. En de Oscar goes to Michelle Yeoh. Thank you. Thank you. Ladies, don't let anybody tell you you are ever past your prime. Never give up. Dus in het eerste deel van haar dankwoord had ze het over jongens en meisjes in Azië. Als je dit ziet, durf dromen en durf te denken dat je hier kan staan, want het is mogelijk. In het tweede deel, wat we net zagen, is het gericht aan de dames, waarin dat ze zegt, het maakt niet uit hoe oud je bent, Hollywood moet ons interessante rollen geven. Dat is het fijne aan dit soort avond, waarbij in de dankwoorden er al eens iets geplaceerd kan worden. een soort van platform. En in dit geval was het een heel duidelijke boodschap. Ze is 60 en in Hollywood ben je dan al oud. Dat is jammer om te zeggen, maar dat is het nu eenmaal het geval. Dus vergeet ons niet. Daar komt het een beetje op neer. En als het mooie zij dat nu wint, maar dat ook de actrice in een bijrol uit dezelfde film, Jamie Lee Curtis, zij is 64, zij schittert daar net zo goed. Dus het is duidelijk, Hollywood is er niet alleen maar voor de jonge deernis. Nee, en inderdaad, Joris, laat ons eerlijk zijn, 60, dat is nog piepjong tegenwoordig. En je zei de naam daarnet zelf al, Jamie Lee Curtis. Die kan ik omschrijven, denk ik, voor veel mensen als ja, Hollywood-adel. We zien haar foto hier, iedereen kent haar wel. Maar het is de eerste keer dat ze op het hoogste niveau genomineerd geraakt. En meteen, bingo, prijs. Ja. Eindelijk een nominatie voor Jamie Lee Curtis. Fantastische actrice in heel diverse films. Niet alleen in horrorfilms, maar in diverse films. En hier kan ze echt alle registers opentrekken. En het interessante, wat ik daar straks zei over de verschillende acteurs en actrices in deze film,
is dat in deze categorie, actrice in een bijrol, zij niet alleen genomineerd is, maar ook Stephanie Hsu, een van haar tegenspelers uit dezelfde film, is ook genomineerd. En in diezelfde categorie had je ook Angela Bassett, ondertussen ook in de 60. En dus het is heel interessant, hier zien we ze met z'n allen bij elkaar. Carrie Condon uit The Banshees of Inisherin. En uiteindelijk is dus Jamie Lee Curtis geworden. En je zei het, Hollywood royalty, bij haar kan je dat redelijk letterlijk nemen, omdat zowel haar moeder als haar vader bekende acteur en actrice was. En zij zijn in eind jaren 50, begin jaren 60 zelf ooit genomineerd geweest voor een Oscar. Hebben dat nooit gehaald en dat haalde ze zelf aan in haar emotionele dankwoord. Daar moeten we het misschien toch even naar kijken. Jamie Lee! To all of the people who have supported the genre movies that I have made for all these years, the thousands and hundreds of thousands of people, we just won an Oscar together! And my mother and my father were both nominated for Oscars in different categories. I just won an Oscar. Inderdaad, de avond van de grote emoties, oprechte emoties. Ik ga een beetje in herhaling vallen, Joris, want we gaan verder praten over deze film Everything Everywhere All at Once. Een hele mond vol, want ook beste acteur in een bijrol ging naar deze film. Vertel, wie was de winnaar? Kihi Kwan. En als je het dan hebt over emoties, grote emoties, ja, dan zit je bij hem. Dat kan je dus meteen zien op deze foto. Zit je meteen ook goed. En ook bij hem is dat oprecht. Je gelooft het ook. Het mooie is, hij is geselecteerd door Steven Spielberg toen hij 12 was voor de film Indiana Jones and the Temple of Doom. Hij speelde dus naast Harrison Ford op zijn 12 jaar. Hij heeft daarna nog in de Clooney's gespeeld. En daarna kwamen er niet meteen goede rollen op zijn pad en hij is achter de schermen van de filmindustrie beginnen werken tot een paar jaar geleden nog maar, dat hij dacht van dit is eigenlijk wat ik echt wil doen. Ik wil terug acteren. En hij heeft een agent gezocht die hem dit scenario heeft bezorgd en daar stond hij op de set. En nu stond hij op het hoogste podium dat in filmland maar mogelijk is. Het geweldige is dat de prijs voor beste film is uitgereikt aan Everything Everywhere All at Once door Harrison Ford. Dus ze kwamen elkaar na meer dan 30 jaar nog eens tegen op het podium. En daar kwam natuurlijk een ongelooflijk warme knuffel aan te pas van vooral Kihi Kwan, die Harrison Ford stevig vastpakte. We zien hier Harrison Ford in dat niet gebeuren. Ja. Maar ook in zijn dankwoord, de dankbaarheid naar de filmindustrie, naar wat er allemaal mogelijk is, de dromen die werkelijkheid kunnen worden, het spat daarvan af. Daar moeten we zeker ook naar kijken. All those years of searching have brought me here to you. And the Oscar goes to Kihi Kwan. My mom is 84 years old, and she's at home watching. Mom, I just won an Oscar. Ja, de trotse zoon richting de moeder die thuis ongetwijfeld ook trots zal zijn. Een gevoel dat we allemaal wel herkennen. Joris Bol, een van de hoofdprijzen is die natuurlijk voor beste acteur, beste actrice, beste acteur in dit geval. Mag ik omschrijven als een comeback, denk ik, hè? Het is een verhaal waar Hollywood van smult, waar ze echt dol op zijn. We hebben het over Brendan Fraser, die we hier zien. Die kennen we als sekssymbool in de jaren 90. Eind jaren 90, George of the Jungle, The Mummy en de vervolgfilms op The Mummy. Hij was hot. En daarna had hij gezondheidsproblemen en was hij niet meer zo hot zoals dat dan gaat in Hollywood. Dan word je afgeserveerd. En nu, na al die jaren, staat hij daar terug. En het was... Een maand geleden had ik gezegd Austin Butler gaat winnen. Want als we even kijken naar wie er nog allemaal genomineerd was voor deze categorie, dan zie je hier links Austin Butler. Hij speelde Elvis en hij deed dat op een grandioze manier in de biografische film van Baz Luhrmann. Met de kostuums, met de schmink, met de stem. Hij zong ook zelf, dat was ongelooflijk goed. En ook de andere genomineerde acteurs deden dat allemaal wel geweldig goed. Maar Austin Butler was de topfavoriet. Tot Brendan Fraser meer en meer animo begon te vergaren. De film is bij ons ook nog maar sinds vorige woensdag in de zalen. Dus The Whale kan je nog in de cinema gaan bekijken. En toen de make-up werd afgeroepen,
en The Whale. En dus het fatsuit van Brendan Fraser. Ja, want hij speelt een hele dikke man, hè? Ja, 230 kilo ongeveer. Ik heb het nu niet nagewogen, maar dat is de grosso modo 230 kilo. En dus met een gigantisch fatsuit. Hij is steviger geworden dan de jaren 90, maar dit is toch nog wel van een heel andere orde. En toen hij die Oscar had gewonnen voor make-up, wisten we... Dit kan wel eens ook voor Brendan Fraser goed nieuws zijn. En effectief. En ook daar, ik zei het al en ik val in herhaling ook een beetje, die dankbaarheid spat ook daar van het scherm. En ook dat is niet gelogen en zeer oprecht, denk ik. En de Oscar gaat naar... To... Brendan Fraser. I couldn't ask for a more incredible daughter. Are you actually trying to parent me right now? Ellie, look at me. Who would want me to be a part of their life? So this is what the multiverse looks like. Oh, I started in this business 30 years ago, and things, they didn't come easily to me, but there was a facility that I didn't appreciate at the time until it stopped. Thank you again, each one and all. I'm so grateful to you. Good night. Ja, we zagen inderdaad wat je met make-up allemaal kan doen. Niet te onderschatten job. Mensen van de make-up die zorgen er ook voor dat wij er hier vandaag min of meer presentabel uitzien. Jij na een hele nacht wakker blijven, Joris. Dat is goed gelukt, moet ik zeggen. Goed, terug naar de film. Geen film zonder muziek, zonder soundtrack op de aftiteling. Dat is ook een felbegeerde prijs elk jaar. Dit jaar, mag ik ook zeggen, bijzondere winnaar. Zeker, ja. En je hebt muziek en dan heb je het nummer, de muziek. Daar hadden we gehoopt op een nieuw record. John Williams, 91 jaar, zou de oudste winnaar worden van een Oscar. Hij heeft het helaas niet gehaald. De muziek van All Quiet on the Western Front heeft het gehaald. Dat is een van die vier Oscars van All Quiet on the Western Front. Maar het is dat nummer op de aftiteling dat minstens even belangrijk is. Die zijn ook allemaal live gespeeld geweest tijdens die show. Want ja, 3,5 uur heeft dat geduurd. Dus je hebt niet alleen... ontspanning nodig. Maar het moet ook wel af en toe ontspannend zijn. En het meest ontspannende moment, het meest spectaculaire moment, kwam van de filmploeg van RRR. Dat is een Indische film. En dat nummer Natu Natu hebben ze live gebracht. Dat is een Bollywood-film. Dat is de allereerste keer dat de muziek uit een Bollywood-film, uit een film uit Indië, is geselecteerd. En je voelt meteen het verschil. Dit moet je zien. Dit moet je echt even meemaken. Ben ik zeer benieuwd. All right. Are you guys ready? Ooh. RRR. There was only one wish on my mind. RRR has to win. Pride of every Indian. And must put me on the top of the world. Die ging nog even zijn Oscar al zingend gaan afhalen. Caravani is een componist, dus dan mag je net iets meer. Dan mag er inderdaad net iets meer. De Oscar is de 95e editie. De 94e editie staat nog in het geheugen gegrift, Joris, van heel veel mensen. Niet zozeer omwille van de winnaars, maar we herinneren ons allemaal een scène waar een acteur een klap, we zien hier de foto, een klap uitdeelde, Will Smith, aan de toenmalige presentator. Ik heb jou tot nu toe alleen maar over film horen praten, dus dit soort gekkigheden dit jaar niet. De Oscar-organisatie heeft er alles aan gedaan om een vlekkeloze show op te voeren. En dat is ook gelukt. Ze hadden ook op voorhand gezegd, we hebben een crisisteam achter de schermen. Will Smith was ook niet welkom. Hij is de volgende 10 edities verbannen van het Oscarfeestje. En ze hadden toch een vaste gastheer. Dus Chris Rock was een van de... gastpresentatoren vorig jaar. Nu hadden ze één gastheer doorheen heel de avond. En dat zorgt ook net voor iets meer rust, denk ik. Jimmy Kimmel deed dat nu voor de derde keer. Dat is een hele goede talkshow-host die kan prikken en grapjes kan maken, maar nooit echt gevaarlijk wordt. Dus het soort grappen dat Chris Rock maakt, moet je niet bij Jimmy Kimmel verwachten. Dus dat is al een groot verschil. Dus in die zin was dat veel... rustiger, vlekkelozer. Natuurlijk...
Will Smith was er niet. Er werden wel grapjes gemaakt over Will Smith. En daar hebben we één grapje van Jimmy Kimmel. En dan zie je meteen ook zijn stijl en hoe het aan de avond te werk ging. En zie je meteen hoe het hier eruit ziet. We know this is a special night for you. We want you to have fun. We want you to feel safe. And most importantly, we want me to feel safe. So we have strict policies in place. If anyone in this theater commits an act of violence at any point during the show, you will be awarded the Oscar for Best Actor. Want inderdaad, Will Smith won vorig jaar dan ook nog eens die Oscar voor beste acteur nadat hij die klap had uitgedeeld. Joris, alle gekheid op een Oscar-stokje. Flauwe woordspeling, sorry. België wint niet. Teleurstelling in het Belgische kamp. Maar terechte winnaars vanavond, afgelopen nacht. Het was een goede editie. Ja, het is natuurlijk. Het is de eerste keer sinds 2008 dat er één film 7 Oscars heeft gewonnen. Dat betekent dat een Steven Spielberg 0 Oscars mee naar huis neemt. Tar 0 Oscars mee naar huis neemt. Dat zijn ook allemaal heel goede films. En een deel van die films speelt nog altijd. Dus ga die zeker bekijken. Bekijk ook gewoon de nominatielijst. Daar zitten zeer, zeer, zeer goede films bij. Het was een fijne avond, omdat de film in zijn geheel wordt gevierd. En dat is altijd goed. Zijn dit nu de allerbeste films? Ja, 9500, bijna 10.000 academieleden, de filmmakers over heel de wereld, kiezen die. Er dreven nu 2 duidelijke winnaars naar boven. Maar het hadden net zo goed andere kunnen zijn. Het blijft een soort van loterij. Dus ja, hele goede films, maar de andere zijn net zo goed. En de Belgische film, ze moeten echt niet teleurgesteld zijn. Het blijft ook daar een fantastische film. En fantastisch dat ze daar stonden. Inderdaad, dat mogen we absoluut niet vergeten. Je hebt ons intussen ook een indrukwekkend lijstje gegeven aan tips om de komende dagen en weken te gaan bekijken in de cinema of gewoon thuis. Joris Vergeijlen, dank je wel voor deze marathonnacht hier bij VRT Nieuws. Graag gedaan. Ja, en hij is amper 31 jaar oud en hij stond met zijn tweede film op de Oscars. Ik heb het dan natuurlijk over Lucas Dont, een echt rastalent van bij ons. Geen Oscar dit keer, maar internationaal wel gelauwerd en bekroond met Close. En wie weet, derde keer, goede keer, met Lucas zou dat niet verbazen. Wie niet genoeg kan krijgen van die Oscarnacht, één adres, vrtnieuws.be. Dank voor het kijken, nog een heel fijne dag. Dag.